Met de nieuwe PavoTube 2 6C wil Nanlite de markt overnemen van compacte, professionele belichting. Nou, en of dat gelukt is, ga je zien in deze quick look. 2 minuten op de klok, let's go! Het belangrijkste van de PavoTube 2 6C is zijn compacte en gebruiksvriendelijke vorm. Hij is klein, licht en dus overal mee naartoe te nemen. Aan weerszijde van de tube zit aan het uiteinde een schroefdraad bevestigd, waardoor je hem dus makkelijk bijvoorbeeld op een statief kan zetten. Maar beide zijden zijn ook voorzien van magneten. Hierdoor kun je de PavoTube op elk metalen oppervlak bevestigen. Je kunt ook de meegeleverde plaatjes gebruiken en daardoor tape je ze ergens op met gaffertape en klaar is Kees. Op het maximaal vermogen gaat de PavoTube 1 uurtje mee ongeveer. Op het minimaal vermogen, dus 1%, gaat hij tot wel 10 uur mee. Via de USB-C aansluiting kun je makkelijk opladen of voorzien van firmware updates. Zo blijft je PavoTube in principe altijd future-proof. Met het heldere LCD-display en de 5-knopse bediening zijn de instellingen snel en gebruiksvriendelijk. En dan nu natuurlijk misschien wel het belangrijkste, het licht zelf. Met een CRI van 95 en een TLCI van 97 krijg je mooie, natuurgetrouwe kleuren uit de lamp. In de CCT-mode kun je een kleurtemperatuur instellen van 2700 Kelvin tot 7500 Kelvin, waarbij je geavanceerde groen- en magenta-aanpassingen kan doen. Ja, en in de HSI-modus kun je helemaal uitleven. Daar zitten namelijk 36.000 verschillende kleuren statisch licht in. Zijn al die kleuren dan nog niet genoeg voor je? Dan heb je ook nog de keuze uit 15 praktische effecten. Klassiekers als Storm, Bad Bulb en TV zitten er natuurlijk in. Maar je kunt ook gewoon je eigen disco bouwen. En als laatste kun je de PavoTube 2 6C ook nog aansluiten op bijvoorbeeld een remote controller of het Nanlite Wi-Fi Control Network. Dat gaat natuurlijk allemaal via de ingebouwde receiver. Ja, voor wie het nog niet door had, hier op de achtergrond achter onze bank, daar hebben wij ook een PavoTube neergezet. Zo kun je dus mooi een ruimte zoals een studio of je huiskamer mooi oplichten. Vond je het nou een toffe video? Geef ons een dikke like. Abonneer je natuurlijk op ons kanaal om niks te missen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.